Zo, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord carrière. We gaan vandaag weer verder. Het is weer transferperiode. Tenminste, het is nog steeds transferperiode. We gaan een nieuwe speler halen. Ter vervanging van de in de vorige aflevering vertrokken Barco. We gaan de return tegen Celtic spelen. Vorige aflevering wonnen wij met 5-1 op Celtic Park. Dus dat moet een eitje zijn. We moeten die volgende ronde van de Champions League gewoon kunnen halen. En we gaan nog een competitiewedstrijd spelen ook. Doe even een duimpje omhoog voor deze aflevering. Alvast van tevoren. Hij wordt hartstikke leuk. Vertrouw me. Dus doe gewoon even dat duimpje omhoog. Helpt mij enorm. En het is een kleine moeite. Abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent. En als je wat leuks te melden hebt, doe dat dan zeker in de comments. En dan heb je hier op de achtergrond al kunnen zien. We zijn bezig met het halen van de vervanger van Barco. In de naam van Fred. Jawel. De speler van Manchester United, de centrale middenvelder, is op het laatste moment nog via een DM aangeraden bij mij. En ik vond het eigenlijk wel een hele goede suggestie, want het is een echte centrale middenvelder die ik echt zocht. De meeste spelers waren eigenlijk meer aanvallende middenvelders. Daar was ik dan iets minder naar op zoek. En dus had ik besloten om voor Fred te gaan. Mourinho, Hiro, was net in beeld, dus komt zo weer in beeld. Daarmee zijn we aan het onderhandelen, daar is hij. Ik heb al vaker met hem onderhandeld. Meestal was het niet zo'n succes. Hopelijk wil hij Fred laten gaan voor een beetje een normaal bedrag. We hebben meer dan 60 miljoen gekregen voor Barco. En ja, daar houden we 50 miljoen aan transfergeld over. En dat gaan we dan ook direct weer uitgeven als Mourinho akkoord gaat. Hij moest er nog even over nadenken. Het was trouwens 44 miljoen. Ik verklap het al. Jongens, hij gaat gewoon komen. Hij wil alleen 50 miljoen hebben. Zo, hoppatee. We gaan hier tegen Celtic spelen in de eigen Kuip. De return, je kan het bovenin zien. 5-1 hebben we al gewonnen. Dus het moet gewoon een eitje zijn. Hier is Junior aan de bal met een schot dat aangeraakt wordt. Die landt op het dak van het doel. Er gaat er dus niet in. Maar wel een corner. Amiri gaat die corner nemen. En hier een kopbal. En die gaat op de lat. Helaas gaat hij er dus niet in. Trouwens, Nkunku speelt in plaats van de vertrokken Barco. Dan Celtic hier met een aanval. En daar is goed verdedigd door Upamecano. Die speelt 6 en jongen in. Gauw naar voren. En Nkunku gauw weer naar Junior. Jongens, wat een tempo zit er in deze aanval. Junior is natuurlijk hartstikke snel. Wat gaat hij doen? Even terug. Mooie beweging. Goede voorzet. En jawel, het is Nkunku die scoort. Hij staat er nog maar net in. Zijn eerste wedstrijd in het A-elftal als basisspeler. En binnen 20 minuten kopt hij die bal in. Hij zet zelf de aanval op met de paas op Junior. Loopt goed door. Junior met een goede voorzet. Nkunku kan daar goed inkopen. Komt voor zijn man. En het is 1-0. Hoe lekker is dat? Dan Shaqiri Hiro in de aanval. Even terug naar Militao. Militao naar Gouye. Gouye op Amiri. Amiri op Nkunku. Die gaat schieten en scoort bijna zijn tweede. Maar Gordon ligt in de weg. En zo blijft het 1-0. Amiri dan met de corner. Amiri met een goede corner. Gordon kan hem wegstompen. En Nkunku kan die bal opvangen en die schiet. Maar helaas is het weer Gordon die in de weg ligt. Dan gaan we weer even kijken naar een aanval van Celtic. Die combineren goed. Goed die voorzet. En die gaat erin. En het is 1-1. Goede goal van Celtic. Goed uitgespeeld. En prachtig geschoten natuurlijk. Van een redelijke afstand. Buiten het bereik van Bailo. Helemaal vrijgelopen. Mijn centrale verdedigers. Ik weet niet waar ze waren. Maar ze stonden in ieder geval niet daar waar ze hadden moeten staan. En het is 1-1. Wij in de aanval, tweede helft. Met Junior hier op links. Op een paas van Promes. Junior gaat naar binnen. Goede schaar. Met de voorzet richting Gouye was het volgens mij. Maar een slappe kopbal. En zo blijft het 1-1. Junior hier weer aangespeeld. Die man is altijd gevaarlijk met zijn acties. Kijk eens wat een mooie beweging. Voorzet. Maar ook deze gaat er niet in. Dan Celtic in de aanval. Upamecano zit er goed tussen en kan die bal wegwerken naar Junior. Junior naar Gouye. Gouye moet naar rechts, naar Amiri. Verder naar rechts, dan loopt Shaqiri helemaal vrij. Goed aangespeeld. Shaqiri, wat gaat hij doen? Gaat hij scoren? Gaat hij schieten? Ja hoor, wat een prachtige goal van Shaqiri. Hier nogmaals helemaal vrij. En met links ver in de verre hoek geschoten, moet ik zeggen. Keihard en het is 2-1. We staan voor. Hier Junior weer in de aanval. Die man blijft maar gaan. Er is geen houden aan. Junior met een goede voorzet op Shaqiri. En die had dit toch echt ingemoeten. Dit had de 3-1 moeten zijn. Maar Shaqiri mist een hele grote kans. Het zij hem vergeven. Want hij heeft al genoeg gescoord sinds hij bij ons is gekomen. Hier Junior weer met een goede actie. Twee man voorbij. Schiet nu zelf in de korte hoek. Maar gaat er helaas niet in. En zo blijft het nog even 2-1. Had het al veel
grotere score moeten zijn, maar dat is helaas niet het geval. Amiri, die afgevallen corner, kan niet op doel gaan schieten, maar het is een slap schot. En het blijft 2-1. We hebben gewoon gewonnen. We hadden veel meer, een veel grotere uitslag kunnen winnen. Maar goed, het maakt geen reet uit. Het was een goede wedstrijd. Vooral Junior terecht man of the match geworden. En ja, we gaan gewoon door naar de volgende ronde. Champions League, dat is natuurlijk gewoon het allerbelangrijkste. Hero, ik had het al verklapt. Fred, unacceptabel. Ze willen meer geld. Bijna 50 miljoen willen ze. 49,2. Ik heb besloten dat we dat gewoon gaan doen. Centen moeten rollen. En we gaan dat hier gewoon uitgeven. Wat een bedrag voor een middenvelder. Maar goed, je krijgt ook wel een goede middenvelder voor terug. 84 rated. Goede work rates met high. Dus het is net als Barco, een man die gewoon altijd loopt, altijd in beweging is, is redelijk snel. Dus kan overal op het veld zijn en kan gewoon lekker ballen. Laten we eerlijk zijn, want anders speel je niet met Manchester United. En hij kan gewoon naar Feyenoord komen. We zijn met hem aan het onderhandelen. Hij wil cruciale speler zijn, dat begrijp ik. 4 jaar contract, geen release clausule gelukkig. Dan gaan we naar het salaris. Hij verdient nu 170.000. Ik was niet van plan om dat te gaan betalen. Dat is erg veel geld. Ik bied hem 100.000. Kijken wat hij daarvan vindt. Ik had eigenlijk verwacht dat hij dat niet zou doen. Maar nou, hij wil 110 en hij wil iets meer bonussen. En dan is hij gewoon tevreden. En dan wil hij gewoon heel graag naar Feyenoord toe komen. Hij denkt, fuck Mourinho, ik wil weg daar in Manchester. Ik ga lekker naar Rotterdam toe. En zo geschiet het. En Kuku gaat daardoor weer terug naar het B-elftal. Hij heeft een prachtig goede wedstrijd gespeeld tegen Celtic. Maar ja, helaas voor hem hebben we nieuwe spelers gekocht. En moet hij dus weer terug naar het B-elftal. Want ook het B-elftal moet natuurlijk gewoon goede spelers hebben. En een Kuku is een goede speler. Laten we eerlijk zijn. Dus die gaat terug naar het B-elftal. Dat betekent dan dat Kokcu weer degradeert naar de bank. Die had anders basisspeler geweest in het B-elftal. Maar goed, concurrentie is moordend bij een topclub. Zo ook bij ons Feyenoord. We gaan naar Sittard, naar Fortuna. Gaan we naar de volgende wedstrijd toe voor de competitie. Die doen wij dan natuurlijk met ons B-elftal. En Fortuna is hier in de aanval met de goede voorzet. En een prachtige redding van Scherpen. Wat een reflex. Zo kort bij, goed gekopt. Maar Scherpen met de redding. En zo blijft het gelukkig 0-0. Wij dan corner. Kunnen we die wegwerken? Nee, maar Scherpen staat goed en kan die bal makkelijk vangen. Dan Flap hier in de aanval. Flap op Nkunku. Nkunku naar Tonali. Tonali, wat gaat hij doen? Gaat richting de achterlijn. Even terug. En naar Villalba. En het is 1-0. En het is weer Villalba die scoort. Die man is lekker bezig hoor de laatste tijd. Hoppatee. Dwars door het dak heen hier met Hector Tito Villalba. Hij scoort gewoon weer. Het is denk ik al zijn 4e of 5e goal dit seizoen. Hij is helemaal los in dat B-elftal. Het A-elftal waar hij vorig jaar speelde ging af en toe lekker. Ging ook hele goede periodes niet zo goed. Dan zijn het ook goede periodes. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Maar hier is hij helemaal los. Dan goed aangespeeld Davies. En die legt hem op Flap. En het is werkelijk waar niet te geloven. Het is Michel Flap die scoort. Man, dat heb ik die vet de laatste tijd vervloekt. Hij scoorde maar niet. Hij miste gigantische kansen. Maar deze schiet hij toch gewoon heerlijk binnen. Eerlijk is eerlijk. Het was een hele moeilijke goal. Not. Als hij deze niet gescoord had, had ik zijn contract ontbonden. Zo is het ook. Maar Davy schunt hem de goal. En hij scoort hem. En laten we hopen dat het goed is voor zijn zelfvertrouwen. Dat hij nou eens even wat vaker gaat scoren. Want dat is toch wel nodig ook. Fortuna dan in de aanval. Want ze staan achter en moeten wel. Als ze wat van deze wedstrijd willen maken. Een beetje een rare voorzet. Komt daarbij die rechtsbuiten van hun aan. Congolo die snapt er geen reet meer van. Die wordt het bos ingestuurd. En Hero is het een goede goal. Geen idee van wie. Maar hij schiet hem wel lekker binnen. En het is 2-1. De aansluitingstreffer van Fortuna hier. Congolo die was het helemaal kwijt. Geen idee waarom. We verliezen het kopduel. Afvallende bal komt voor zijn voeten. En hij jast hem gewoon de kruising in. En ja, we staan nog steeds voor. Zo is het ook. Dan Jurgensen. Hero. Wat gaat hij doen? Hij had hem beter naar Davies kunnen spelen. Doet hij niet. Hij loopt een beetje te pielen. Legt hem op Flap naar Villalba. Villalba weer terug. En een corner. Die bal gaat er niet in. Jurgensen die had er best in gemogen. Dan corner. Corner richting Jurgensen. Oh, uit een moeilijke hoek. Komt hij hem dan nog bijna binnen. Maar bijna is niet helemaal. En dan gaan we even door naar de volgende aanval. Hier met Davies. Davies, wat gaat hij doen? Moet hem voorgegeven. Goede beweging. Davies richting Flap. Oh, achterwaarts gekopt. Goede kopbal. Maar die gaat er helaas niet in. Dat had een wereldgoal geweest. Maar helaas. Flap. Hero gaat naar binnen. Speelt zijn bal uit. Had hem af moeten spelen. Doet hij niet. Jurgensen is nog aan de bal. En Kuku. Flap. Terug naar Villalba. De rechts.
Villal bij even terug. Gaat hem voorgeven richting Davies. Oh, en die gaat er ook niet in. Jongens, jongens. Het is corner. Moeten van hoesten. Het spijt me zeer. Corner gaat er ook niet in. En nou is Fortuna weer in de aanval. Volgend moment. Hier moeten we hem wegwerken met Goomney. Dat doet hij niet goed. En dan is het gewoon bijna 2-2. Het is dat de keeper nog op staat te letten. Maar anders had het gewoon 2-2 geweest. Corner voor Fortuna met een goed schot. Maar Scherper staat weer goed op te letten. En schiet die bal gewoon gelijk naar voren. Villalba controleert die bal op Jurgensen. Jurgensen naar Villalba. Veerman is inmiddels ingevallen. Die loopt lekker vrij. Het is Veerman. Kan die schieten met zijn zwakke rechterbeen? What the fuck, zwak. Dik zwak. Hij schiet hem gewoon lekker binnen. Hoppatee. Die gaat voor goud, die Veerman. Hij scoort gewoon. Invalbeurtje. Maak gereed uit. Het is een goal. Henkie Veerman scoort zijn eerste van het seizoen, als ik me niet vergis. Goeie bal van Villalba. Veerman, snel als die is, blijft de verdediger voor. En schiet hem heerlijk binnen, diagonaal. Onhoudbaar. En het is gewoon 3-1. Dan Fortuna weer in de aanval. Beetje aan het einde van de wedstrijd. De wedstrijd zit er wel zo'n beetje op. Maar goed, toch nog niet helemaal. Het is Lamproe, de broer van, denk ik. Die hier schiet. Maar Scherpen houdt die bal er weer uit. Scherpen stond lekker te keepen hoor. Goeie keeper. Gaat helaas naar de verkeerde club toe in het echt. Maar dat maakt niet uit. Het zou hem vergeven. Misschien wordt hij ooit nog verstandig. Je weet het niet. Einde van de wedstrijd. 3-1 gewonnen. Eerlijk gedaan. Villalba man of the match. Goal gemaakt, assist gegeven, dus lijkt me zwaar terecht. Veerman was trouwens ingevallen voor zijn maatje Flap. Dan heb ik besloten, ja, het spijt me zeer, Flap, je hebt wel gescoord. Maar het was weer eigenlijk niet zo heel goed, de wedstrijd. Dat kon je niet zo goed zien in de samenvatting. Maar geloof me, ik erger me kapot af en toe aan die vent. Sorry Kevin, ik weet dat je fan van hem bent en andere kijkers ook zijn fan van Flap. Maar ik erger me kapot aan die vent en er moet gewoon een nieuwe nummer 10 komen in het B11-tal. En ik dacht, laten we gewoon Hazard halen. Niet Eden Hazard, maar Thorgan Hazard. Is inmiddels naar Valencia gegaan. Maar ik denk, nou ja, misschien kunnen we hem als vervanger halen voor het B11-tal. Die geeft gewoon 30 miljoen uit voor een speler met het B11-tal. Als het kan, waarom zou je het dan niet doen? Maar wil Valencia hem ook laten gaan? We zijn aan het onderhandelen met die manager van hun. Geen idee hoe die heet. Interesseert me ook niet zoveel. Marcelinho zie ik staan. Waarom zeg ik het eigenlijk? Is me gereed interesseert. Ik weet het ook niet. Maar hun laten hem niet gaan. Nou, dan gaan we naar de volgende. Dan geen Hazard. Phil Foden. Groot talent van Manchester City. Veelvuldig aangeraden door jullie. Volgens mij door 3 verschillende mensen. En ik dacht, waarom niet? 21 jaar, 78 rated. Kan nog groeien. Ik bied 13 miljoen. Guardiola is er blij mee, want die denkt van fuck alle talenten. Ik zet alleen dure spelers in het elftal. Dus al het geld is mooi meegenomen. Weg met die gozer. Ga jij maar lekker naar Rotterdam, denkt Guardiola bij zichzelf. Nou, ik vind het allemaal prima. Foden, kom maar lekker naar Rotterdam, jongen. We ontvangen je met open armen in het B11-tal. Kan je lekker gaan ballen, kijken wat je ervan bakt. Hij komt met zijn zaakwaarnemer. Hij verdient nu ruim 70.000 euro per week. Dat is volgens mij best aardig. Of per maand, ik weet niet eens wat het is. Maar dat is niet misselijk voor zo'n jong ventje. We gaan eens kijken wat we kunnen doen. Relatie, 5 jaar. Hij wil een afkoopclausule. Ik zeg, nou zullen we dat niet doen. Want anders loopt hij zo weer gratis de deur uit. Zo goed als gratis. Hij zegt, nou is goed, maar dan willen we wel meer salaris. Dus ja, hij verdient 78. We bieden 50. Kijken wat hij daarvan vindt. Nou, het spijt me. Hij vindt het niet goed. Hij wil minder. Maar wel meer bonus. Nou, prima. Hartstikke goed, jongen. Kom lekker naar Rotterdam. Voor veel geld. Dat wel, maar maakt niet uit. We hebben nu tenminste een goede aanvallende middenvelder. Voor het B11-tal. Sorry voor de mensen die fans zijn van Flap. Het is niks persoonlijks. Het zal geheel aan mij liggen. Ik kan gewoon niet met hem overweg in dit spel. Hij blijft wel natuurlijk gewoon bij Feyenoord op de bank. Zowel in het A- en het B11-tal. En we laten hem gewoon regelmatig invallen. En misschien wen ik ooit aan Flap. En wordt het een fantastische speler voor mij. Wie zal het ooit zeggen? Maar we komen aan het eind van de aflevering. Dus wedstrijden zijn gespeeld. Nieuwe spelers zijn gekomen in de naam van Fred en Foden. Volgende aflevering zouden we nog een nieuwe speler kunnen halen. Want het is nog steeds transferperiode. En gaan we gewoon lekker verder waar we gebleven waren. Ik kan je vertellen, competitie en de eerste Champions League wedstrijd komen eraan. Mensen, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. Druk er nog even op like. Zou ik enorm waarderen. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En doe wat leuks in de comments als je ook nog niks geschreven hebt. Tot de volgende keer. Later!